Van dit seizoen. En ik zit hier echt met heel veel volk rond mij. Die staren nu allemaal één voor één mijn richting uit. Dat is heel beangstigend. Vandaag zitten er niet één, niet twee, maar drie kleppers aan mijn tafel. Normaal maak ik altijd zo rijmpjes, maar er zit hier al iemand. Er gaat hier niks op zijn achternaam rijmen, denk ik. Swift? Nee, ook niet. Want die dan zou het Swift ja, dat moeten zijn. Smit. Ja, dat is waar, maar dat is uw probleem. Ik zou toch ervoor gaan. Het was een lange rit. Hier is Thomas Smit. Ja, maar je moet die... Ah, ja. Het moet ook een leuk rijmpje zijn. Ja, dat was een lange rit. Niet gewoon een zeggen, rijmpje. Het was een lange rit. Hier is Thomas Smit. Nee, daar eigenlijk... Ik vind rijmt niets op zijn achternaam, maar met zijn ziekte verwerfde wij wel in onze podcast al wat faam. Tom Smit. En dan drop ik het gewoon. Ah ja, oké. Okay. Is dat goed genoeg voor zegt u? Hem nog eens even, ja. Thomas Smit. Ja, maar wat was dat over ziekte? Ziekte? Weet je het niet meer? Nee. Ah ja, ja, oké. Okay. Ah ja, ja, zo bedoelde ik. Ja, ik zeg niet dat je ziekte, maar het eigenlijk vergeten. Jij wordt niet vergeten, maar als je die kaart trekt, trek ik dat de aflevering daarvoor moest er normaal in zitten. Maar toen stond ik in de sneeuw, was ik van Mechelen naar hier door de sneeuw dat gereden. Dat was wel verschrikkelijk. Om dan hier voor de deur te horen te krijgen dat ze geannuleerd hadden wegens de sneeuw. Dat is zo. En, dat ze het mij en toen niet zei jij de week voordien ziek geworden. Nee, de week daarna. Doordat hem hier in de sneeuw stond eigenlijk, voilà. Was hem ziek geworden. Dus het is eigenlijk allemaal toe te brengen op gewoon Tom, hè. Eigenlijk Tom. Tom zijn schuld. Door Messenger. Ja, door Messenger. Wie stuurt er nu een berichtje naar Messenger? Om te zeggen, het is geannuleerd. Je zegt toch niet via Messenger... Ik ben een half uur te laat. Ja. Ik heb nu via mijn postduiver het bericht gekregen dat ik te laat was. Well, kijk eens aan, voilà. Zeg, maar je hoort niet nog twee stemmen aan tafel, als je goed kunt tellen. En daar heb je wel een rijmpje voor, zeker? Nee, nog een naam waarmee er al niets op rijmt. Tenzij in het Frans, als ik zeg... Is het quassa of zoiets? Dat lijkt er wat op. Ja. Tim Gotti Diabois. Ik vind dat wel heel goed. Pas op. Is het quassa? Ah, het is Tim Gotti Diabois. Dat ja, vind toch ik wel een beetje, goed. Ne? Maar c'est quassa? Maar c'est quassa? Dat kan zo een lied worden. Zo. Quassa, ja. Quassa, ja. Ja. Maar dat is uw artiestennaam. Je noemt gewoon Jans. Ja, dat is ook zo. De die smet. Zo, met een oog op een Franse door. Ja. De smet, ja. Zeg je als laatste nog een topper van formaat? Een stem die recht door je hart gaat, je hebt het al gehoord. Oeh, wel een rijm. Oh. Dank je, dank je. Dan in je stem die recht door het hart gaat. Oh, my. En tegen onze laatste podcast zei hij geen nee. Bijna eigenlijk wel, maar toch niet. Wouter de Pre, hallo. Ja, hallo, hallo. Je was hier bijna niet mee aan tafel. Ik was hier bijna niet mee aan tafel. Ik had een ongelooflijke sprint moeten inzetten. Nee, ik kreeg telefoon van hoe ver dat ik al was. En ik wist niet waar dat ik naar op wacht moest zijn. Ja. Maar kijk, wat was je aan het doen op het moment dat je de telefoon kreeg? Ik was naar de documentaire van Frank van den Broeke aan het kijken. Ja. Dat zou toch wel geweest zijn. Hoe ver ben je? En dat je dan zegt, ja, wel, hij is juist nu dingen, Parijs-Roubaix gewonnen. Juist gearresteerd. Ja. Ik ga proberen om te stoppen met kijken, omdat tot nu toe is het zo schoon geweest. En als ik nu stop, kan ik mij nog inbeelden dat hij een briljante carrière heeft. Ja. In de rest van zijn leven. En maar je moest ook stoppen, want je moest hier zijn ja, gewoon, waar, hè, punt. Ja, 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 ja. Ja, pardon. Ja. Maar geen wielrenners, hè, aan mijn tafel. Ah, ja, ex-renner. Ex-wielrenner. Och, het is afgelopen maandag, paasmaandag, is het 25 jaar geleden dat ik de Paasprijs in Asplaar heb gewonnen voor Nieuwelingen. Bon, was dat uw hoogste prestatie ooit behaald? Of, Hoogste, wat dat was toch de op wielervlak bedoeld. Ja, op wielervlak. Ja, ik heb een aantal wedstrijden gewonnen waarvan de Paasprijs in Asplaren er één was in 94, de meest befaamde wedstrijd in mijn carrière, denk ik. Ik heb toch het gevoel dat je dat stilletjes aan moet gaan loslaten. Ja. Er komt er nog iets van, oh ja, ja, dat heb ik dan toch maar gedaan. Wat schat je? Wel 20 jaar geleden, hè? Asplaren. 25. Staat dat zo ook op uw Wikipedia, want anders vullen we dat ineens aan. Hè? Dat is, of heb je geen Wikipedia? Ja, er is een, ja, ik weet dat niet eigenlijk. Ik denk dat er iets is. Ja, ja, er, ja, want ik heb er ook een boek over geschreven. Ah, ja, Kotsen voilà. In de Dender. En dat gaat over Kotsen die wielercarrière. En ik denk dat dat op Wikipedia staat. Het bijzondere was dat hij een paasgaaspak aan had. Ik heb nog te veel. Ik heb helaas niet gevoetbald. Nee. Ja, nee, ik heb zelfs
korfbal gedaan. Maar dat is, dat is nog een ander verleden. Ik heb toen een wedstrijd gewonnen. Ik was 7. In Capelle. Hij is er nog altijd heel euforisch over. Ik weet het nog. En je mocht dan niet overhand scoren. Je moest altijd zo foempie onderhand scoren met korfbal. Maar dat is toen gelukt. Zo lepelen zo. Hè. Ja, ja. Korfbal, jongens. Ho, ho. Ja. Zeg, maar in elk geval, ik heb wel het gevoel dat jullie elkaar een ik beetje kennen. Ik heb nog competitie. Oh, we zijn we helemaal vertrokken. De tafeltennis. Alright. Ik heb ik was kampioen van divisie B. Okay. Zeg, maar ik heb wel het gevoel dat jullie elkaar al kennen. Een beetje, maar een eigenlijk, beetje, ik denk dat jullie elkaar beter kennen. Ja, wij hebben elkaar de laatste tijd wel beter intensief leren kennen. Ja. En 2 jaar geleden ook. Ja, ja. Heeft hij ook het regie gedaan met mijn voorstelling. Want en nu weer. Ja. Maar Wouter wel, 2002 zijn we samen naar het Kamarettenfestival in Rotterdam. Dus echt een beetje de beginperiode van toen de comedy. Toen de dieren nog spraken. Ja, ja, dat was een mooie tijd ook. Ja. En we waren dat was Kuifje in een avontuurland, hè, om te gaan meedoen als een Belgische comedy act op een Nederlands festival. En zaten jullie samen dan? Ja, wel, maar dat weekend. En Wouter ging dan naar de finale en wij zijn gestruikeld in de halve finale. Je zag dat die Hollanders er niet veel van kenden. En wij hebben ook nog samen gespeeld een avond in, ik denk in Eindhoven, dus er was ook een soort tournee op voorhand, om gewend te geraken aan de Hollanders. Ik weet dat we dan een avond samen hebben gespeeld, ook een hele geestige avond op Unif, voor allemaal zatte studenten. Ja, juist. En dat is al bijna 18 jaar of zo geleden. Ja, 2002 was dat geloof ik. Dus dat was vlak na uw overwinning in Haspelaar. Nee. Hij kwam rechts van de koers. Ja, wie is die kerel in zijn paashaas pakken? Maar stinken dan van die spierzal. Dat was niet te doen. Dat was in die auto samenrijden. Maar om eventjes duidelijk te maken, Timmy, jij doet ook nog veel regie. Dus in de business eigenlijk is dat, hè? Allee. Ja, ik had vroeger dus het duo ter bescherming van de jeugd samen met Dries Heineman. Heineman. Heel veel mensen vonden dat erg als dat ermee ophield, hè? Die samenwerking. Ja, ik ook. Ja? Ja, iedereen, ja. Ja? Maar ja, 2013, denk ik, zijn we gestopt. Jij weet dat beter dan ik. Ja, ik weet dat. Waarom is het eigenlijk? Waarom zijn we gestopt? Ja, er waren een aantal factoren die samenspelen, omdat je al een aantal jaren intensief aan toeren bent met elkaar. En wij kwamen dan in een periode dat we heel veel aan het investeren waren om in Nederland te spelen. Dus wij namen elk optreden aan. Soms kostte ons dat geld aan een technieker meenemen en hadden wel spelen ze voor 20 man. En bij Dries bond dat wel wat zwaarder te wegen, zo, dat toeren door Nederland heel, heel ver rijden. En heeft hij ondertussen 2 kindjes gekregen. Mm-hmm. En dan merkte dat het bij hem wat moeilijker werd gewoon om altijd op de baan te zijn. Ik was nog vrij, ik had geen kinderen, maar een kremaar. Dus dat speelde wel mee. En ik heb een Nederlandse vriendin leren kennen op tour en ik ben in Nederland gaan wonen. Wat maakte dat ik bij Eindhoven woonde en Dries in Gent. En dan wordt het iets moeilijker om samen een voorstelling te maken. Ja. En had je gewoon niet veel optredens in België, in Vlaanderen? We hadden een mooie speellijst, Nederland, België. Ja. Ik denk wel nog meer in Nederland dan in België. Ah, ja. 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 Maar dat is ook misschien met de winst van Het Leids Cabaretfestival. Ja. Maar jullie zijn veel met Alexander op stap geweest, toch, in Nederland? Ja, dat was de beginjaren van Alexander. Tiatech. Je moet de techniekers ook een keer uitnodigen. Is die zullen ook wel zitten verhalen. Die zullen ook wel verhalen. Dat zit er hier in, hè? Ja, maar die was niet uitgenodigd. Die heeft zichzelf gewoon gepresenteerd. Zeg, en dan nu bijvoorbeeld afgelopen seizoen veel regie gedaan, ook voor jou, hè? Ja, voor mij ook, ja. Thomas, nu durf ik uw naam al niet meer zo. Zeg het nog eens. Thomas. Gewoon Thomas. Thomas. Ja. Ah, wat geduft, omdat je nog altijd geen rijmpje hebt. Tom As. Ik ben in juni ben ik begonnen aan deze voorstelling. Ik heb gezegd, ik ga niks anders doen. En dan tegen oktober of zo heb ik u erbij betrokken. Ja. Misschien vroeger deze keer. De vorige show was ietsje later. De vorige show was laat. 6 weken voor de première of zo. Maar dat had toen al in paniek of niet? Ik was niet in paniek. Nadat hij met mij gesproken had. Hij organiseerde comedyoptredens in Helmond en hij had mij gevraagd om te komen. Ik zei, dat is keigoed, ik zal een trui doen van mijn voorstelling dat ik toen aan het maken was.
En hij had gezien, ja, ik vind het tof, maar dit. En toen was ik wel in mijn werk. Dus hij kon heel goed werk voor zichzelf creëren. Ja. Maar ik heb toen gevraagd van, ja, ik zie dat eigenlijk wel zitten, want ik had al in het verleden met hem gewoon contact gehad en gepraat. En dat was altijd wel dat wij direct begonnen te mijmeren over onderwerpen waar ik het over had, of hij. En dat op een goede frequentie, dat hij elkaar heel goed aanvoelde. Dat hij, ja. En niet per se op zoek naar humor, maar wel naar de psychologische gedachtegang. Of de gedachteproces. En dat vind ik heel bruikbaar voor mij, heel handig. En toen heb ik hem echt inderdaad ook gevraagd, want hij liet blijken van, ja, ik wil ook wel wat werken met u. En ik zeg, oh, dat is goed, laten we dat doen. Dat is heel goed bevallen. Mm. En dus voor deze voorstelling, Jaren van Verstand, heb ik gezegd, ik ga dat terug met Tim doen, maar nu echt inderdaad vroeger. Zodat we echt... Ja, we hebben eigenlijk heel hard en intensief gewerkt en hij heeft zich echt wel opgebracht. Ook. Oh ja, oké. Okay. Ja. En inderdaad, je creëert wel wat werk voor jezelf, hè? Want je hebt nog Rob van Houten over. Ja, maar ja, dat kwam er raar uit, hoor. Ik bel Luc raakt bij comedians thuis aan. Ik drink die compleet artiesten nu. Mij had ik met geen gedicht. Dit is ook weer een val. We hebben water naar u gebracht. Pas op, het is er beter nu. Ik ben echt geen distoer aan het doen. Het is de laatste ik kon laten blijken dat ik het heb gehad. Zoals Odysseus niet mocht luisteren naar de nymfen. Ze hebben hier ook zo geen water gezet voor mij. Alleen maar kava. Dat is misschien zo'n teken. Van kom, kap er maar wat in, want anders... En honing, dat staat er een best komen. Ah ja, kava en honing, wat ik zeg. Maar inderdaad... Om op je vraag in te pikken. Op een bepaald moment doe je dat dan en krijg je daar meer ervaring in. En wat wel werkt in die comedy weer is een beetje mond-op-mond reclame, denk ik. Dat. Ja. Dat heet kussen. Er wordt veel gelabberd in de comedywereld. Ik heb dit jaar wel veel werk gehad. Ja. Ja. Kan je eens opsommen een paar van waar je dit seizoen aan meegewerkt hebt? Thomas Smit, maar dat hebben we al gezegd. Rob van Oudenhoven heb ik intensief begeleid gedurende een jaar om tot een... Dat is een 13e werk. Ja. Om iemand die eigenlijk uit een andere wereld komt, echt theater in te krijgen en daar iets van te maken, hè, want dat is wel een ander vak. Lander Severens, zijn debuutvoorstelling, Maanlander. Begijn Le Bleu, maar dat was echt wel op het einde zo. Begijn heeft echt solo gewerkt en dan op het einde heeft hij mij erbij gevraagd. Hebben we een aantal dagen samengezeten in zijn repetitiehoek en echt eens goed gekeken naar waarover gaat deze voorstelling en hoe krijgt hij nog iets meer naar boven en maakt hij daar een geheel van. Met Dries Schijneman wat gebrainstormd, daar heb ik sowieso wel contact mee. Maar daar heb ik de vorige show... Hè? Peter, ja, voor Rookie. Die zit er niet meer, hè? Maar ja, Peter Hens heeft... dat was een project, eigenlijk een idee van Tom Bertels, om een comedyvoorstelling te maken, om kinderen in contact te brengen met stand-up comedy eigenlijk, of comedy in het algemeen. En dan zijn Peter en ik een voorstelling gaan schrijven. En ik heb die dan ook geregisseerd. En ik ben mee als technicus op de baan. Ook nog dat eens. Dat is een heel project. Echt een multitalentje. Hij zat lach op gang. Ja, ja. Met zijn opnames. Net nog geen bordjes bij. En als er weinig tickets verkocht zijn, moet zijn moeder mee en zo. Dat is vrij triestig allemaal. Ja, je gaat redelijk wassen. Ja. Je zegt multi-inzetbaar. Ja, door de jaren heen wat van alles eerst op het podium staan en eigenlijk wat techniek geleerd door met Begijn te werken. Begrijp je dat er wordt gesproken over een monopolisering van de comedy? Je spreekt zelfs over een maffiatoestand. Ja. Ik heb Coca-Cola, heb ik al horen vallen. Wat ik mij afvraag, is eigenlijk... Ook al zo mensen ook een klein beetje geholpen daarin. Maar hoe gaat het daarmee om? Als ik nu zelf een voorstelling maak, dan zit je daar volledig in. Je neemt ook alles wat erover wordt gezegd zo extreem persoonlijk. Dus jij moet toch zelf je eigen ego enorm opzij kunnen zetten als je iemand aan het regisseren bent, of niet? Dat doet hem dus niet. Dat is verschrikkelijk. Ik heb zelfs het gevoel dat hoe langer dat proces gaat, hoe groter dat ego wordt. Ik ben wel de regisseur, Thomas. Nee. Wat bij ons heel goed werkt, is dat gewoon dat doorvragen. Dus als ik zeg van, ik zit me niet in een emotie over een onderwerp en een specifiek voorbeeld en blaf, en ik heb mijn conclusie, al dan niet grappig of nog niet, en dat hij zegt van, ja, maar klopt die gedachtegang wel? Maar ja, natuurlijk, zo en zo. En dan, ja, maar ik vind precies toch van niet. En dan begin je er nog meer om te krabbelen dat je toch nog dieper gaat erin en dat er echt iets naar boven komt dat ik denk...
een paar keer heb ik van, alleen was ik daar niet geraakt. Daar. Dan was ik vroeger gestopt, terwijl het nu nog beter klopt. En je gebruikt ook meer en meer toch ook echt zo van die lampen om mijn mensen een gezicht te schijnen. Ja, en dingen. Duimschroeven. Mijn god. Zolderkamertjes met stoelen. Maar ik merkte wel dat in het begin dat ik dat begon te doen, kwam ik zelf van de planken en dan was ik echt erop gebrand van, ja, maar ik moet hier zoveel mogelijk grappen verzinnen voor die persoon met wie dat ik werk. Ja, ja. Dat marcheert niet. Dat doet hij niet meer. Nee. Dat marcheert, soms is het dan eens een grap dat iemand gebruikt of en dan niet. Maar en nu ben ik veel meer gaan dat verhaal naar boven te kijken. Wat wilt je eigenlijk vertellen? En, en hoe komt dat over op je publiek? Omdat ik zit wel in de zaal met het publiek en jij vertelt, hebt een verhaal in je hoofd, maar wat dat je de neiging hebt, wat veel comedians de neiging hebben, is om een paar stappen over te slaan, dat ze dat verhaal supergoed kennen. Ja, ja. En ik ga dan mee vanuit het publiek die dat de eerste keer hoort en dat grappig moet vinden, omdat je grap moet opbouwen, ga ik heel goed zoeken van, ja, maar klopt het wel wat je zegt en slaat je geen stappen over in je denkproces? Ja, ja. Dus dan is de grap persoonlijker dan het verhaal, eigenlijk. Klopt dat? De grap persoonlijker? Wel, het is moeilijker om een grap te maken voor iemand dan om mee te helpen zoeken naar een verhaal. Met iemand. Ja, omdat mijn humor zal waarschijnlijk weer iets anders zijn dan jouw humor. En stel, like, over een thema waar jij bezig bent, een grap maakt, kan dat misschien werken als ik die breng, maar daarom niet als jij die brengt. Maar wat je merkt in het proces is, zeker als je samen aan het brainstormen bent en aan het amuseren bent, dat de grappen komen. Ja, 50-50. Die grappen komen terwijl wel. Dat je zo... Ja. Maar over dat ego bedoelde dat ik vroeger er veel meer mee bezig was. Ja, maar ja, ik moet hier... Snap je? Ik moet die grappen krijgen. Ja, ik moet met... Ja, voilà. Voilà. En in die zin, dat is weggevallen. Dat is, ja. Die drang is er helemaal niet meer. Omdat er iets anders voor in de plaats gekomen is. Ja. Dat is mee op zoek gaan met iemand naar... Ja, nu doe je het met zijn materiaal, hè? Of zijn of haar materiaal. Ja, ego was in het begin vooral bezig met te proberen te overtuigen. Het is terecht dat je mij geld geeft, dat ik hier zit. Ja, dat klopt. Ja. Terwijl dat je net hebt losgelaten. En nu krijg je het geval. Nu doet het allemaal gratis. En doet het beter. Nee, maar dat is wel... Tijdens het stappen naar de voedselbank weer terug. Zeg, Wouter, werk jij dan niet meer regisseur of zo? Ik heb wel een aantal keer gewerkt met een regisseur, maar Randal Kazaar. Mm-hmm. Maar als ik het hoor, vervulde die een gelijkaardige rol. Mm-hmm. Zat hij eigenlijk ook te kijken naar wat wilde vertellen, waarom wilde dat vertellen. Klopt dat al wat je... Wat om dat alles waar je echt met je neus te dicht op zit, zo'n beetje... Ja, maar ook, je hebt al... Je kunt... Het is heel goed dat een comedyvoorstelling grappig is, hè? Absoluut. Maar soms wordt het ook grappiger door je verhaallijn, krijg je extra grappen, of wordt je verhaallijn grappig. En je kunt wel heel lang de neiging hebben om eigenlijk een losse verzameling grappen voor te stellen als iets coherent. Ja. Ja. En dan krijg je wel iets raars. Dat is eigenlijk niet zo ongelooflijk sterk. Mm. En dat is wel heel goed als je dan iemand hebt die je duidelijk maakt van, ja, jij denkt dat er daar een logica in zit. Ja, dat klopt. Dat is goed. Een lijstje grappen heb je eigenlijk, en je hebt nog juist de nummertjes ervan afgehaald. Ik zie nog dat 1, 2, 7 en 8 de sterkste waren, dat die zijn overgebleven. Als we het anders gewoon eventjes ineens over uw nieuwe show hebben, hè? Levend en vers. Hij is bijna gedaan. Ja, het is nog mei. 28 mei nog. Ja. Ja. En? Want dit is de reprise al dan? Ja, het is al de reprise. Ik moest al nadenken, maar jongens, toch? Ja, het is al de reprise. En het is na mij ook echt gedaan. Ja, het is gedaan. Ja, ik speel het niet meer. Ik speel denk dat nu nog een keer of 10 speel, denk ik. Mm. Waarschijnlijk. Maar er zijn ook wel een aantal uitverkocht. Het gaat moeilijk zijn om die nog te treffen, denk ik. In Antwerpen was er nog plaats, denk ik. En dan dat de rest uitverkocht is. Misschien een idee om een LP uit te brengen. Dat is toch hip, blijkbaar, tegenwoordig. Een LP uitbrengen, dat is blijkbaar LP, ook hip. LP, ja. Dan kunnen mensen ik ben nu heel hard misschien... aan twijfelen of dat ik hem wil laten opnemen of niet. Je hebt het nog niet gedaan. Nee, en het lijkt me eigenlijk een fijn idee om het... Ik ken wel voorbeelden van goede dvd's, maar dan denk ik toch dat het live waarschijnlijk straffer was dan wat je op dvd ziet. Dus ik ben meer en meer aan het denken om het eigenlijk niet op te nemen en het te laten in rook opgaan op het moment dat het voorbij is. Maar dat heeft toch iets, hè? Ja, want met mijn ervaring klopt dat het meeste. Ik vind dat heel geestig om te spelen. Maar ik heb nog nooit een dvd opnieuw bekeken. Of van anderen wel, hè, maar van mezelf nog niet. Ik vind dat zelfs vreselijk lastig om dat te zitten. Om jezelf, hè? Ja. Ja. Hebben jullie dat ook? Ja,
moment werkte gewoon verder om die voorstel. Dat kan ik nog... Oh nee, het is voorbij. Dat is niet nodig. Heb ik dat 150 keer zo gezien? Ja, zo, maar fijn. Maar dan lossen we die montage wel op. Dus oké, dat komt dan wel goed. Dus dan komt in de positie van regisseur en dan zie je zelf van, what the fuck, heb ik hier 150 verzelingen gedaan? Ah, nee, waarom heb ik die gast betaald? Dat is fascinerend, hè? Ja. Dat is misschien inderdaad niet het beste idee. Maar ik vind, anderzijds vind ik ook, ik vind het wel moedig. Want ik ben nu net hetzelfde aan het denken, maar wat ga ik met een deze doen? Want ik vind het persoonlijk de beste voorstelling die ik al gemaakt heb tot hiertoe, wat ik fijn vind. En dan denk ik ook, ga ik die opnemen of niet? Nou, als je dat niet opneemt, is dat weg. Ja. Maar op zich is dat ook niet erg, want op een bepaald moment ben ik ook weg. En dan, of ik dat nog verder besta of niet, voor mijzelf, dat doet er niet toe. Dat is alleen maar iets in u dat wilt vastpakken, zoals dat sprookje van die nachtegaal in een kooi, die we allemaal meekrijgen als kind, maar heel snel vergeten als volwassenen. Ik wil dat vastpakken, terwijl ergens vind je dat wel knap, dat je echt kunt zeggen, misschien laat ik het gewoon verdwijnen. Ja. En wie het gezien heeft het gezien. Zijn er nog beelden van uw finish? Ja. Op videocassette. Zijn er ook beelden van uw finish? Direct erop is. Videocassette. Ik heb dat op DVD laten overzetten. Ik heb een DVD-recorder staan, maar ik heb er nog altijd niet de moeite gedaan om dat dan over te zetten. En ik heb er geen zin in. Maar ik weet dat die videocassette die ligt ergens bij mij op zolder. Okay, cut the crap. Hoeveel keer per week bekijken? Maar dus team raadt het wel aan om even te laten opnemen. Maar het is inderdaad wel een raar gevoel. Ofwel is het weg. Maar het is ook niet weg, hè. Maar vroeger was het altijd zo. Dus vroeger voor de LP. Maar ik heb er eens over nagedacht, ook zo, van zo die al die klassieke muzikanten en zo vroeger, die componisten, dat was, die schreven dat werd gebracht. En als dat niet gebracht werd, dan bestond die muziek gewoon. Mm-hmm. Dat is toch gek gewoon. Ja. Zou het een effect krijgen van, moesten we met z'n allen beslissen van, we nemen dat niet meer op, dat mensen dan meer naar het theater zullen, omdat ze erbij willen zijn? Ja, maar je gaat stiekem opnames krijgen. Dat is de drooglegging, zal dat zijn. Ja. Dat hopen, hè. Dat hopen. Waarschijnlijk gaat dat gewoon totaal ongemerkt voorbij. Alleen had je gedacht dat iedereen stiekem opnames... Ze gaan dat zeker willen opnemen. Niks, jongen. En jij, dat is ook buiten... Buiten gaan staan. Jij hebt dat dus niet. Het is niet. Je mocht mijn gsm lenen. Neem dat op. Het is niet per se nodig om telefoons uit te zetten. Nee, de gsm's mogen aan. Het is niet verboden. We hebben ook selfie-sticks voorzien voor mensen die... Ik deed dat dus vroeger met die mini-disc-recordertjes en dan zo een omgevingsmicrofoontje. En dan optredens gaan opnemen van bands, dat gezag. Dus dat is bootleg zegt. Ja. Ik heb er zo van Sigur Rós en zo in het Koninklijk Circus. Allee, omdat je daar niet voor gearresteerd had, wat bekende je nu? Voormalige winnaar van Paaskans in Paspalaren. Ja. We trokken in schandaal. Richter laat hem vrij, omdat het een opname van Sigur Rós was. het is eerder een vorm van masochisme. Dat was altijd wel spannend, ja. Allee, je bent zo eentje. Het is een vraag. Ja. Het is een keuze. Sowieso, als je het opneemt, is het nu denk ik toch in dit tijdperk om te zeggen, ik geef het gewoon op YouTube. Ja, misschien het web te zwieren. Om het nog op dvd's te gaan branden, dat is misschien niet meer de moeite. Het kan even goed views halen op YouTube. Ja. Allee, maar het is nog niet vast. Het staat nog niet vast dan. Nee, het staat nog niet vast. En dan is dan inderdaad zo'n LP precies misschien puur... visueel wel mooier hebben ding, maar dat is dan ook weer... Ja, dat lag er niet op, hè. Dus waaraan dat ik dank is een mooie hoes maken en dan gewoon twee van mijn oude platen. Dat is ook goed. Dat is ook wel Dire Straits en dan een Mouskouri, zo in een dubbel LP. Dat is zo na 5 jaar top de eerste klachtenbrieven binnenlopen. Levend en vers. Zeg, en zijn er dan nog nieuwe dingen in... Petto. Nee, eigenlijk. Het is voor de eerste keer in... Oh, je hebt een lege agenda. 1999. Ja, ik weet zo'n aantal kleine dingetjes dat ik ga doen, maar daarvoor wist ik altijd al dat ik een nieuwe voorstelling wou maken en al een beetje een idee van waarover die zou gaan. En dat werd dan iets helemaal anders. Maar nu weet ik dat echt niet. Maar zo echt niet. Dus het zal de eerste keer zijn dat ik een tournee neerleg. En het is ook de eerste keer dat ik eigenlijk... heel tevreden ben over een voorstelling. En vroeger had ik in een lange tournee, ik speelde ook wel nog iets vaker dan nu,
was ik in het midden van mijn tournee zodanig gefrustreerd over wat dat de voorstelling niet was, dat ik aan een nieuwe voorstelling begon te werken om daar dan de dingen in te steken die die voorstelling nog niet was. Ja. En ik heb dat voor de eerste keer eigenlijk niet. Dus ik hoop dat niet gewoon betekent dat ik tevreden ben en eigenlijk niks meer... Niks meer wel. Maar dat, dat is ook geweldig dat je hoopt dat je niet tevreden bent. Ja. Ah, ik hoop echt niet dat ik gelukkig in content ben, zeg. Ja. Wat wordt mijn leven dan? Die zin betekent waarschijnlijk dat het gevaar niet zo reëel is. Hè. Ja, inderdaad. Allee, komt wel in orde. Staat er een nieuwe voorstelling in de verkoop wel? Of nee. Er is ook niet... Nee. Dus moet nee, niet, maar ik ben wel al met de vorige en met die daarvoor ook al gestopt met een voorstelling maken die dan in het boekje moest staan. Oktober, die dan verkocht wordt voor volgend seizoen. Ja. Dus dat je misschien weet, als je nu in een boekje staat van oktober 2019, dat dan misschien is om in juni 2021 te spelen, ja, dat ging niet meer. Dat vond ik geen tof idee. Laat het maar naar de druk gaan. Ik denk dat tijd is voor een best of. Nee. Hoe leiden ze dat aan elkaar? Gewoon monteren achteraf. Dus dat zou ik echt niet willen doen, met een best of op toen. Heb je dat al gedaan? Nee, ja. Ja, onze eerste voorstelling heette Het Beste Van, maar dat was onze debuutvoorstelling. Ja. En als regisseur? Een best of geregisseerd nog niet? Dat zou tof zijn. Dat is een line-up van mensen dat je geregisseerd hebt. Ja. Met het beste resultaat. En dan zelf beslissen wat ze moeten brengen, klaar. En dat eindigt met Tim, die op zijn koers gaat zijn paashaas pakken. Dat dingen naspeelt. De Polaren zal nooit meer hetzelfde zijn. Geweldig. Ik vind dat we wel iets hebben. Ja, misschien een plannetje. Maar jij bent ook nog tot eind mei met deze show gaan. Maar volgend jaar heb ik de reprise. Ja, jij gaat nog hernemen. Ik ga hernemen. Dat vind ik wel fijn. Ik heb ook, en het is ook heel goed verkocht geweest. Ja. Maar je zei ook dat je recht tevreden over wat er Ja, ook de eerste keer eigenlijk. Dat ik echt zoiets had. Maar deze is echt goed, vind ik. Echt zelf. Ja. Allee, met dat ik dat zeg is van rustig, maar toch wel. Er zit een soort rust in. Heeft dat te maken met dat je... Uw werk? Kunt... Nee. Met dat je kunt vertalen hebben wat dat je eigenlijk wilt vertellen. Eerder dan dat je een show hebt gemaakt met heel veel goede grappen. Heeft het daar niet mee te maken? Dat je tevreden bent van dat je hebt kunnen communiceren? Dat is wel. Dat is mooi gezegd. Dat is een onderdeel ervan, ja. Maar ik ervaar ook heel veel rust in die zin dat het proces dat ik, het speelproces dat ik heb afgelegd, namelijk ik heb 3 shows geleden had ik beslist om, dat was toen waar ik was, van ik wil eigenlijk 80% improviseren van de voorstelling. Mm-hmm. Ik heb dat ook gedaan en aan een tweede show ook zo. En dat was heel fijn, maar heel intensief ook. En nu heb ik echt zo'n ding dat er staat als een huis en dat is helemaal uitgepuurd en ik vind het heel fijn om die te spelen. En die rust dat ik ervaar, dat ik echt weet, als ik naar een optreden toe ben, ik weet wat ik hier ga doen. En ik weet hoe dat in elkaar zit en dat dat gaat lukken en dat dat een lagen heeft voor wie dat wil. En wie niet wil, die is gewoon lekker geëntertained. Man, dat is gewoon... Dat surfen, dat is heel plezant. Ja. En daar ben ik heel erg van aan het genieten nu. Ja. Maar ja, dat er wel nog uit af en toe, of niet? Ja. Dat heb ik dan wel ontwikkeld. Die stijl heb ik niet weggegooid. Ik heb dat ook echt nodig om dat te kunnen herbeleven, het materiaal. Maar je kunt er makkelijk rondbouwen, rond die basis. Maar ik kan heel snel teruggaan naar die structuur. En zo. Dus ik doe het ook niet dwangmatig, van ik moet eruit, maar ik ga het ook niet uit de weg. Dus het is eigenlijk een soort speelstijl dat ik gevonden heb en omarmd heb nu. Ja. Dat voor mij heel goed ligt, waar ik heel veel rust in vind. Maar ik heb ook wel het gevoel van die reprise ga ik doen, maar als je me nu vraagt, en daarna, want ze zeggen dat dan nu ook van ja, we gaan voor het seizoen 20, dan heb ik ook al zo, daar wil ik nu echt nog niet aan denken, want dat is er wel een beetje leeg boven. Ja, maar je bent niet de eerste dat zeggen, van, dat die boekjes ook echt naar de druk gaan. Het en tempo, dat je dat dan moet weten. Het tempo dat je... oud, hè, natuurlijk. We hebben al veel liefde gekregen. Die honger is een beetje minder groot. Dat is niet waar. Ja, dat is waar. Maar ook, het is bijna om de 2 jaar dat je met een nieuwe voorstelling afkomt. Dat is ook veel, hè. Ja. Maar ik denk, als je dat vergelijkt met Anglo-Saxische comedians, dat is een pak minder, hè, die productiviteit. Omdat die... speelvlak gewoon meer dan een halve wereldbol is. Nee. Nu, bij mij is het ook... Ik ben in première gegaan februari, dus... Dat is wel misschien wel... dat ik volgend jaar, 2020, in mei, zo van... Want ik weet nog met de vorige, waar ik ook vrij tevreden over was,
De laatste heb ik gespeeld in Meissen, eind mei. En ik kwam echt van het podium in... maar het is echt tijd voor een nieuwe voorstelling. Mm. En dan heb ik ook de titel tegen mezelf gezegd. Zo, en, het is, en het moet ook... Want dat was een goede voorstelling geweest. De mensen hadden goed gelachen en zo. En applaus was nog bezig. Ik kwam beneden in mijn kleedkamer. En ik vond niks, jongen. Man, jongen, doe nou eens even... Graaf nu eens dieper, jongen. Come on, Thomas. Het is echt tijd voor de jaren van voorstelling. Zo, oh! Yep. Dat is alvast de titel. Bam. Ja. En die heb ik toen opgeschreven van Tim... ik heb een titel. Ja, voilà. Dat wordt hem. Dus het kan ook heel, maar zoiets klein, zoiets stom zijn, dat wel een basis ligt voor... Ah ja, ja dat was niet stom, want ik had al een andere titel en, waar ik mee ben, maar ik niet tevreden van was. En welke was dat? Bubbelbrein. Van, ja, zie je, dat was... toch beter. Ja, want ik heb mensen... Ik heb mijn management... Mijn management was wel heel hard mee met die andere titel. Ah ja, en dan, ja, waarom staat dat kind zo literair en dat is een boek? En ik zeg, nee. Tof, dat is hem. En dat klopt ook echt met de voorstelling. Ja, ik wil nu de titel Bubbelbrein nog op je voorstelling plakken. Ik ben aan het nadenken. Het zou niet gaan. Het gaat niet, hè? Het zou niet kloppen. Nee. Bubbelbrein. Ik ben blij dat je voor het klopt verkleedig. Dat is ook de... Ik kon dat niet zeggen, dat is een spoiler. De wat? Niks. Nee, ik kan dat niet zeggen. Dan moet wat wou je zeggen, Thomas? Ja, wat ging je zeggen? Dat vind ik flauw. Ja, allee, jongen. Flauw, dat is ook he? De... Moet ik dat nu echt zeggen? Dat is spoiler. Ja, dat is ook de laatste zin van de voorstelling. Dat moet je niet zeggen. Komt dat eruit. Ja, dat zei je. Ja. Ja. Typisch bubbelbrein gedrag. Ik zal het zo bliepen. Dat is ook de... Ja. Dat komt goed. Nee, dat hoeft niet, hoor. Dat mag. Dat zijn allemaal teasers. In deze wereld nu... Moeten teasen en trailers. Teasen? Ja, dan plagen. Doen jullie dat goed? Bij jullie shows van vooraf aan? Ik vind dat vermoeiend. Teasen, socials. Facebook, Instagram. Oh, je hebt allemaal zuchten. We zijn weer heel oud. Maar het spelen zelf is zo ongelooflijk. Ik vind het wel tof vinden om... ik zit juist op Instagram en zo een fotootje te zoeken in de kleedkamer om daar iets over te zeggen. Ja, dat kan ik wel plezant doen. Dat doe ik ook wel. Ja. Ik pak de zaal altijd gewoon. De lege zaal, een uur voor. Maar op de Instagram zelf of op de stories? Nee, stories doe ik niet. Zo die... Ik weet niet of dat is. Dat? Ja, kijk, dat is mijn moeder die mijn pagina doet. Linksboven heb je dus een knopje en dan komt die in storyland terecht. En dat zou ik hier eigenlijk nu ons even filmen. Ja. Erop schrijven. Oh, kei leuke podcast. Wouter en jij. Oh, dat heb ik nog niet. En dan rijd ik naar huis en dan kom ik thuis en zeg ik... Oh, nu terug thuis bij mijn kippen. Ja. En zo. En dan kun je klikken op mijn story en dan zie je dat allemaal passeren. Ja. In plaats van zelf iets te doen. Wist maar je dat vind niet? Ik wel heel raar, omdat je dan zit wel heel hard zo uw eigen leven te documenteren. Nog veel meer dan op Facebook. Ja. En ik heb daar al last van als ik gewoon naar muziek aan het luisteren ben en ik zit op een tram, dan heb ik het gevoel dat ik in een film aan het spelen ben. Mm-hmm. Ken dat gevoel? Ja, dat vond en ik ook met de in dat ritme begint te lopen en het loopje dat eigenlijk bij die muziek hoort. Het is alsof dat je uit je eigen leven stapt en in het leven van iemand anders aan het stappen zit. Dat vind ik raar. Hè? Maar dat vond ik wel, alleen nu ga ik heel oud klinken, maar dat was het fantastische en met de komst van de Walkman. Dat je zo met een cassetje. Ja. Ik heb het nog met een koptelefoon en dan weer inderdaad gewoon wandelen door start, werd een videoclip. Dat was gewoon waai. Het enige lastige was, je kreeg die zo niet goed in je broekzak. Hè? Dat was dat was zeer groot. Maar het was handiger dan met een platenspeler op je zijn. Ja, dat is ook waar. Maar... Jij duwde die zo voor hem. Ja, zo. Check this out, babies. Ja, het was de jaren 80, spannende jeans. Maar ik vind het gewoon enorm vermoeiend om elk ding dat je doet. Van, ik moet dat filmen, ik moet dat posten en ik moet er iets bij schrijven. En dan nog kijken naar anderen ook. Kan het niet opbrengen. Niet opbrengen, hè? Maar het lullige is ook dat het, en niet alleen in comedy, maar overal, het is voor artiesten of voor het is gewoon gemakkelijke promo soms, hè? Ik ben er niet tegen, hè, want ik vind het ook wel leuk mm-hmm. om zoiets een story te zien of zo, maar niet, ik kan het wel niet dwangmatig volgen van anderen. Of een mooie foto te zien passeren vind ik heel tof en ik vind dat heel leuk, maar ik kan me er niet... op professioneel niveau of zo mee bezighouden. Je hebt er echt die dat wel kunnen. En die zijn er echt goed in ook. Mm-hmm. Die zitten hier, die tuk, en die verzinnen een zinnetje erbij. Mm-hmm. Die tekenen er zo dingen rond. Ze geven hem een bril, weet ik veel. Hem een fiets of zo nog. Hey, gewoon twee bloemen, meisjes aan zijn ja, voilà.
En dat is echt een leuke foto. Ja. Maar dat kan ik niet... Maar heb je dat nodig? Ik denk dat je toch je publiek hebt dat je... En je... Ja, maar bedoel, ik vind het gewoon om daar kolomjes op te zetten. En dat, maar ja, dat is eigenlijk iets uit een ander medium. Maar als je dat doet vanuit dat je er zelf plezier in hebt, is dat nog iets anders van ik moet dit doen om marketingredenen. Ja, dat heeft geen zin. Ja. Ik denk dat dan ook niet werkt. Nee, ja. Nee, ik denk dat dat niet werkt. Het moet zo afvloeiend uit jezelf komen. En ja, het is zoals gezegd, dan, als je dat niet kunt... Willen, ze willen voelen dat die persoon dat zelf gemaakt heeft. Maar ja, als je dat inderdaad ook niet kunt opbrengen om er gewoon vanuit jezelf al zo gemakkelijk mee bezig te zijn. Maar zijn er mensen die bijvoorbeeld op Instagram iedereen in de war brengen. Dus die, ik weet niet, 4, 5 foto's die zo duidelijk uit een andere realiteit komen. De ene met een palmboom en dan de ene met een ijsbeer. En dat je begint af te vragen, maar in welk leven zit die? Op één dag bedoel je dat in zo'n story? Ik denk dat is al een heel leuk idee eigenlijk, om zo te beginnen, 's morgens onder de palmboom in Kavis, zo bij de Eskimo's, zo eindelijk avondeten. Het was een lange wandeling. In NBS reed deze keer wel op tijd. We zeggen het ook als het goed is. Ja, voilà, zo. Zo heb ik nog niks. Maar je hebt wel fake profielen natuurlijk. Ja, dat wel. Gewoon, dat wel, maar wat jij zegt, dat kunnen nog zo wel eens. Ik heb wel ooit eens voor een televisieprogramma het profiel van Leslie aan Poppen, dus zelf een aangemaakt, met een Leslie aan Poppen gewoon, met haar naam was anders, en dan gedaan alsof ik haar was. Dus... En dat ging vlot toen nog, hè? Ja, dat was om aan te tonen hoe gevaarlijk dat was, hoe gemakkelijk dat te doen was. En ook, ik had dan een tekening gemaakt en dan gezegd van, dat is van mijn dochter, kijk eens, in de keukentafel, en aan haar schoonheidsinstituut in Antwerpen, zo, hé, even werken, zonder mijn gezicht, hè, maar wel de plakkaat. Ja, hè, ja. Dat kreeg je niet. Je gezicht werken geweest. Ja. Ja, dat kregen ze niet goed, denk ik. Maar zwart, 3 ik, dagen hoe zijn we hier terecht deze gekomen? Opdracht. Ja, voilà. Wat wou ik ermee zeggen? Ja, dat je gemakkelijk een fake profiel kunt maken. Ja. Maar ik denk dat ook niemand boeit tegenwoordig. Nee, ik zie dus, je stelt nu zelf de vraag, wat wou ik daarmee zeggen? Ja. En dat is omdat Tim naast u zit. Dat is eigenlijk de vraag die Tim naast u stelt, dat je al geïnternaliseerd hebt. Je kunt bijna zonder. Ik heb bij jullie een nieuwe thema van je show kunnen uithalen. Hè? Uw volgende show gaat over realiteiten gaan. Je bent blijkbaar enorm bezig met in welke realiteit leef ik? Ik heb het gevoel dat ik mijn waar zeg. Ga je nog kinderen krijgen? Ja. Sorry, nu zit ik hier eventjes op de Instagram van Wouter. Hè? Omdat jij zei dat je er nog niet lang mee bezig bent. Ja. Oh, ja, ik ga je eigenlijk ook volgen, Wouter. Volg jij mij terug? Ik zal ook volgen. Daar zijn termen voor, hè? Wat is dat? Follow-back of zo? Follow-back. Smeken is het woord, denk ik. Ik heb mijn vliegtuigmodus gezet. Oh, ja. Ja, ik zie hier toch ook wat persoonlijke dingen over kinderen en zo. Eén persoonlijk ding staat erop. Maar hier staat ook een Star Wars, een Stormtrooper. Ah ja, maar dat is niet mijn zoontje, maar dat is wel van... Kijk, voilà, daarmee dat is geef al fake, ik prijs zo. Dat we in Euro Disney zijn geweest, is waar. Ah, voilà. Dus die een foto van die stormtrooper, dat is een klein ventje met een stormtrooper kostuum en die is water aan het drinken van een lavabo. En dat is zo'n ontroerend beeld, omdat die jongen zit helemaal in zijn verbeelding. En dan heeft hem ook gewoon dorst. Ik ben een stormtrooper. Toch, ik moet pipi doen. Ja. En op Instagram schept jij dan de realiteit dat dat precies uw kind is? Ah, dat zou kunnen, ja. Dat is ook wel. Weer het En daar bots ik in voorstellingen altijd tegenaan. Ik vertel altijd over mijn eigen leven, of zo gezegd mijn eigen leven. Want dat maakt het precies echter. Mm-hmm. En terzelfde tijd maakt het echt geen zier uit of dat mijn eigen leven is of niet. Want je hebt er maar iets aan als het ook uw leven zou kunnen zijn. Want anders zit je 2 uur naar een heel rare kwiet te kijken die over een heel raar leven vertelt. Ja, een connectie in me natuurlijk. Hè. En dus wat betekent... Dus ja, ik gebruik dat autobiografische, maar wat betekent dat dan? Als dat niet iets specialers is dan bij iemand anders, waarom kan dat dan niet gewoon over Nolleken en zijn vrouw en zijn kinderen gaan? Daar zit hetgeen in waarmee dat je connecteert en waardoor dat je het grappig kunt vinden. Ja, maar dat en is die herkenbaarheid. Niet opgelost. Allee, uw bijzondere ervaringen zijn pas nuttig om te vertellen of om te delen als ze voor iedereen gelden, waardoor ze eigenlijk niet meer bijzonder zijn. Herkenbaarheid, zelfs. Maar wat is jouw vraagstuk dat je niet opgelost krijgt, precies? Hoe komt dat, dat de autobiografische, dat wij dat zoveel aantrekkelijker vinden dan een soort algemene beschrijving? Je kunt iets beleven van iemand anders, maar je hoeft het niet zelf te ondergaan.
maar je herkent die emoties wel. Mm. Dus als maar het je persoonlijke... kijkt naar een film en iemand heeft heel veel verdriet, dan kun jij op projecteren en dat beleven, zonder dat jij echt moet meemaken wat die persoon meemaakt. En dat is ergens fijn, maar ook heel vals. Of zo. Ik heb soms bijvoorbeeld met soaps is het heel duidelijk dat je een hele dag drama, en dan ga je s'avonds nog eens kijken naar het drama van een ander. Maar dat voelt goed, want dat is nog net iets erger dan je eigen realistische drama. Daar is het pas echt heel erg. En dan voelde je een beetje een opluchting. Maar het is wel een heel negatieve dag dat je achter je keer tegen dat je gaat slapen. Ja. Ik denk dat je wel heel hard merkt als je iets vertelt dat je hebt meegemaakt, dat gebaseerd is autobiografisch, niet dat dat letterlijk de waarheid moet zijn, dan iets dat je probeert te verzinnen om grappig te zijn. Ik denk dat mensen daar heel snel dat doorprikken, dat je voelt van, ja, maar dit klopt niet. Ja, maar dezelfde tijd is het ook onecht, zelfs als het echt gebeurd is. Heb ik in een paar voorstellingen geleden vertelde ik over mijn grootmoeder en hoe dat die mij kon troosten. Maar ik heb die grootmoeder nooit gekend. Die is een paar jaar voor mij gestorven, maar ik had het gevoel dat die... Nu heb je toch ook wel iets toegegeven, zeg. Sorry, ik ga het niet doen. En dan was ik altijd ontroerd op het moment zelf, alsof ik dat echt aan het meemaken was. En dacht, maar wat is dat hier nu eigenlijk toch? En op den duur, maar dat zijn weer de realiteiten, op den duur kunnen we dat gelijk niet goed meer onderscheiden. Maar wat is er hier nu? Maar wat is er waar heb jij dan gebruikt om dat gevoel op te roepen dan? Ik heb gedacht hoe dat zij waarschijnlijk was. Ja. En dat beschreven en eigenlijk als basis gebruikt hoe graag dat ik dat had meegemaakt door dat zogezegd echt mee te maken. En dat gevoel kent allemaal natuurlijk van een hele warme madame die keigoed kan troosten of die iets begrijpt zonder woorden. Dat kennen we allemaal, of daar hunkeren we allemaal naar, zie ik nu toch in uw ogen. Ja, ja. Dat en nog eens een tweede overwinning in Haspelaren. Niet per se Haspelaren, dat heb ik meegemaakt. Hè. Zeg maar, en hunkert jij dan naar een show waarin dat je dat autobiografische niet per se meer moet instoppen, maar puur je goesting kunt doen, met echt zo... Nee, dat stoort mij niet dat erin zit, maar het is iets dat ik niet begrijp. Dus daarom triggert het mij altijd weer, omdat ik zie wel dat het werkt, maar ik begrijp niet waarom het werkt. En dat vind ik iets heel fascinerends, omdat ik graag de dingen wil begrijpen. En dat snap ik niet. Het is alsof dat je met fysica niet zou kunnen uitleggen hoe dan een hamer een nagel erin geklopt krijgt, maar dat je het wel doet omdat je die nagel erin geklopt wilt krijgen. Ja. Maar ik denk dat mooi, dat drijft u, denk ik. Want stel dat je het opgelost hebt, wat ga je dan nog doen? Dan ga je stoppen. Ja, tevreden harakiri plegen. Zo ver moet het ook niet gaan. Maar dat is het mooie, omdat je spreekt van dat fascinerende. Dat is net het mooie, het onverklaren. Dat is wat het mooi maakt, dat het niet te verklaren is. Ja. Dat is wat u verder drijft, denk ik, om het te blijven doen, toch? Ja, dat is waar. Ja, hoe gaan we daar comedy uit krijgen, hè, mannen? Wow. Maar ik denk, eerst het verhaal, hè, dan komt de comedy vanzelf. Ja, of het onvermogen om dat te brengen, zal ook een deel van de comedy zijn, denk ik. Zeg, maar jij slaagt er echt wel in, want jij hebt toch iets gestudeerd van psychologie of zoiets? Nee. Psychologie gestudeerd, ja. Ik heb iets van psychologie gestudeerd. Jammer genoeg, uiteindelijk heb ik gekozen voor de bedrijfspsychologie. Ik was eigenlijk de bedoeling om psychoanalyse. Het geld eigenlijk. Ja, maar ik heb het nooit gekregen. Het is altijd een commerciële hoer geweest. Dat zeggen ze altijd, hè. Als je voor bedrijfspsychologie gaat, is het voor het geld. Ja, ik deed dat omdat mijn vrienden kozen ook voor bedrijf, dus ging ik ook maar bedrijf. Ik heb zo vaak beslissingen genomen die manier, omdat mijn vrienden dat deden of omdat ik een lief had die psychologie. Maar je betrekt dat echt wel zo mee, ook hoe dat jij nu vertelt over het vak comedy, dat is wel zo. Dat gaat verder dan dat is, ik zou dat niet direct koppelen aan mijn opleiding psychologie. Nee, aan je opleiding, maar wel aan je precies iets van interesse of zo. dat is mijn aard, hè. De vragen die jij stelt, of misschien al langer waarschijnlijk, die stel ik me ook, maar wel extreem. Dus je gaat ook zoeken naar antwoorden. En dat klinkt nu heel machtig, hè? En heel bruikbaar en zo, maar wat je in de realiteit meemaakt, is zoals een consultant op een bedrijf, die komt binnen en die zegt, jongens, daar en daar en daar loopt het fout. Hè? Er gaat iets aan moeten doen. En dan wandelen die weg. En dan bleef jij gewoon met nog vragen en frustraties achter. Ja. En dan stuurt je nog eens een factuur op die Eigenlijk is dat inderdaad weer rol, ja. Ja, dat,
ja, natuurlijk is het aan u dan om daar iets mee te doen. Ja, maar het is om te maken. Dat is gewoon een fijne manier, vind ik, om met humor bezig te zijn. Dat je... ja, de verklaringen die worden gezocht is in termen van dus dat het... dat dat herkenbare, dat uw sociale kanten zijn, uw empathische kant, en dat we een groepsdier zijn. Ja. En dat we zo'n klemtoon hebben op het autobiografische, wordt verklaard vanuit godsdienst. En eigenlijk de hagiografieën, dus eigenlijk de voorbeelden van heiligen, ja. De heilige levens die op schrift werden gesteld als handleiding van hoe dat je zelf ook heilig kon worden. Ja. En dat ja. daarom is dat er zo'n klemtoon ligt op de autobiografie in de westerse literatuur. Ja, Oké, dat is interessant. Ja. Je moet straks Daniel Kitson eens googlen. Ja? Dat is een Engelse comedian. En die heeft een voorstelling gemaakt, dat eigenlijk bijna theater is, solo. En die praat daarover het gegeven, die praat over twee levens, van een man en een vrouw. En hij start bij één bij de geboorte en bij de ander bij de sterfte. Hij zegt ook in het begin, die kennen elkaar niet. In feite hebben die elkaar maar een fractie van een seconde ontmoet, mm-hmm. die twee levens. Mm-hmm. En dan vertelt hij gewoon die twee levens. Dus van de geboorte tot de sterfte en van de sterfte tot de geboorte. Dus totaal niet autobiografisch. Mm-hmm. Ja, fantastisch. Mm-hmm. Dus dat kan ik iedereen aanraden. Ook echt Daniel Kitson. Het is wel Engels en zeer Engels gesproken en vrij snel. Maar op zijn website kun je voor €2 dat streamen. Mm. Dus zo oud ben ik niet, hè. Maar het is echt een aanrader. Het is prachtig maar niet gedaan. Autobiografisch. Niet maar autobiografisch, ja, maar wel wat jij vertelt over... wat hij zegt, hij zegt dat ook aan het begin, van kijk, ik ga praten over momenten. Mm. Momenten, en niet grootse momenten. Want wij zijn altijd bezig met het moment dat je Haspelaar wint, of het moment van je première. Maar het leven kan is eigenlijk... Kan ook 5 keer vermeld worden, hè? Dat weet ik. Het leven is eigenlijk heel de tijd tussen die momenten. Zijn er veel meer momenten, en ik wil het over die momenten hebben. Dus dan beschrijft die momenten van dat meisje dat op een fiets van boven een berg, en doordat haar vriendinnetje zo van, kom aan, doe, dat ze toch beslist van die berg te gaan. En zij knalt op een steen en ze vliegt op de lucht in. En ziet dat moment, pakt hem vast, daar, op dat moment was hij ontvliegen. Hij beschrijft ook 3 seconden daarna ligt ze op de grond met een tand gebroken en een liep dit. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over dat moment dat ze ontvliegen. En zo heeft hij prachtige beelden over die twee levens. Dat is echt kei mooi gedaan. Ik krijg kippenvel als ik er terug om denk. Dus dat is echt een aanrader voor iedereen. Daniel Kitson. Daniel Kitson. Voilà. Ja. Tip van Thomas. Tip van Thomas. Tip voilà. Van Thomas. Daniel Kitson. En we hadden ook nog een tip van Tom, maar Tom is er niet vandaag. Oké. Okay. Dus ik dacht van Tim. Ik kreeg onlangs iets doorgestuurd van een bekende, van een comedian die ik goed ken en die mij aanraadde, dit moet je zeker kijken. Heeft mij een sms'je gestuurd, dat was Daniel Kitson. Ja, dat is echt waar. Dit is echt waar. Ik heb hem dat ook gestuurd. Dat was na de tip. Ja, dat is echt waar. Dat is echt waar. Ik zal iets tippen. De mensen met ouders zou ik echt tippen van kom eens op de Gentse Feest te kijken naar Comedy for Kids. Mm-hmm. Gespeeld door Peter Hens. Is een comedyvoorstelling om kinderen... Ze ook nog gratis koffie komen meepikken. Ja, die was hier net. Ja. Die was voor we begonnen. Kwam hij toevallig hier. Toevallig. Het is gecreëerd geweest door een van ons waarschijnlijk. Ja. Dus dat zou de tip zijn voor deze week. Dus ga eens kijken. Gentse Feesten speelt hij met Comedy for Kids. Rookie heet het. Ja. Het was al een succes, hè, tot nu toe. Ja. Een paar keer in de kleine zaal van de Narenberg gestaan, telkens uitverkocht. Maar het mooie aan deze voorstelling is, het is voor kinderen van de leeftijd 10 tot 14 ongeveer, maar het is evengoed ook voor de ouders. En dat is wel een mooie combinatie eigenlijk. Ja. Wouter, jij hebt niks in het verschiet dan. Ik kan niks van jou aankondigen. Nee, als je... Maar dat is kei tof eigenlijk. Hij gaat een Haspelaar met zijn fiets. Nee, dat betekent gewoon dat hij kei veel vrije tijd heeft. Dus iedereen dat kan hem bezoeken, komen peilen, langskomen. Maar dat echt waar mijn plan is, om zo een jaar... Ik dacht, ik moet opruimen, dacht ik. Dus niet alleen de rommel in mijn huis en in mijn tuin en in mijn gezin, maar ik wil... Het is al zoveel jaar dat ik 4-5 avonden per week speel. En ik moet eigenlijk zo'n deel sociale banden terug proberen herstellen. En zelf ook weer naar dingen gaan kijken. Jij moet op een dag... vertrekken van onder een palmboom. Hey, dat wil ik zien op uw stories. S'avonds met de Eskimo's eigenlijk. Ja. Oh, dat wil ik echt wel zien op uw stories. Het is Inuit eigenlijk, moeten zeggen. Inuit, ja. Ik heb hier nog geen water gekregen. Jullie dingetjes zijn leeg.
we zijn bijna ook aan het einde toe. Moet ik dat flesje hier poppen? Want dat staat hier al heel de tijd in het midden. Of drinken jullie niet? Zijn jullie... Ja, cool. Moet je dat flesje hier poppen? Wat zijn jullie... Zijn... Zijn... Pop de tien flesje. Ja. Drinken jullie alcohol op? Ja. Of zijn jullie zo van die... Ja, ik van drink... die... Maar ik ga twee vingers nemen, want ik moet nog gaan spelen. Subiet. Ah ja, super verantwoordelijk. Hij zegt nu twee vingers en dan subiet. Dat vingerke omhoog. Pop dan wel goed in de microfoon. Nee, maar echt serieus. Twee vingers zijn hij altijd zo omhoog. Ik heb ook al een aantal hier. Zo hoog voor elkaar. Voor mij twee vingers. Gewoon twee vingers. Heb je een groter glas? Met twee vingers passen er niet. Maar ik heb er hier echt wel ook al een aantal. Voor mij gaat die niet meer, absoluut niet meer drinken. Dat is niet voor jullie weggelegd dan voor de moment. Absoluut niet meer drinken. Niet meer alcoholisch. Wie was dat dan? Alcoholisch. Oh, my. Ik kan die ook niet, hè. Nee, wie zijn dat? Die niet meer drinken. Nee, laatst zat hier Otto Jan Ham, drinkt ook niet meer. Ah ja? Bijvoorbeeld. Ja, maar die heeft ook ja, maar die heeft... die mag niet meer. Zijn de voorraad is op. Ja, kom in voor. En Raf van kom in voor, weet je, die is al een tijdje gestopt, hè. Ja. Ja. Ik probeerde af en toe te stoppen, maar... Ja, Dylan Warren, heb ik onlangs gezien. Die was ook gestopt. Ah, maar dat is heel goed. Ik heb hem gezien nadat hij gestopt was. En dat was... Ik vond dat... ik vond de vorige keer vond ik het ook heel tof, maar het was zo veel beter. Ja. Nu, de laatste keer, ja, veel scherper, ja. Hmm. Ik kon zijn bochten veel rapper pakken. Hij wist, recht op de meet af. Controle, ja. Het was heel geestig. Goed, ja. Herman Brusselmans is ook gestopt met drinken. Al 30 jaar geleden. Sorry, ik zat met die twee vingers in mijn... Ik zat met die grote twee vingers. Dat is voor u. Ah, voilà. Echt veel minder. Drinkte jij voor een optreden? Nee, zeker niet. Dat helpt niet, hè? Dat helpt niet en ik wil dat nuchter meemaken. Ja. Zie, want ik heb dikke vingers. Dat is een ervaring. Dat is genoeg. Dat is perfect. Ja. Dan is ook zo wel lomer en zo. En ik vind het heel belangrijk om echt scherp en... Ja. Dat in te ervaren super aanwezig. En ook daardoor uw aandacht te kunnen doen. Ik was mijn technieker vergeten, zeg. Och, je moet niet gaan jagen als je gedronken hebt. Maar zo, voor mij, want er zijn er heel veel... Enfin, er zijn er die het wel doen en zeggen dat het... Drink jij voor een optreden of nee. Niks? Maar ik merk zelfs als ik tijdens het eten een pint drink, heb ik het gevoel dat dat een invloed heeft. Ja. School, hè? Net iets trager of het zit ja, dat is op. Ja, school, hè? Ook water, denk ik. Van, wat is dat nu? De laatste. Maar, jullie hebben dan ook niet echt podiumstress, school, hè, team. Want met drinken te maken. Nee, maar er zijn zo mensen die zo voor even los te komen, zo een borrel of zo nodig hebben voordat ze het podium opgaan. Allee, ik ga me ook wel voorstellen als je voor zo'n... Maar die stress... Zoveel starende die ogen... Die stress, er wordt altijd een negatieve bijklank. Die is niet negatief, hè. Dat is goed. Positief. Uw lichaam en uw geest maakt zich klaar om te gaan jagen, hè. Ja, maar het kan ook wel griezelig. Je kunt toch ook... Ja, in het begin... Ja, maar ik heb dat niet vaak, maar als ik dat heb, dan is dat een paniek, eigenlijk. En dan dat paniekaanval over mij komt. Dat je niet overmand, toch? Ja, of dat je zo uit jezelf gaat. Hij is weer weg. We zijn weer kwijt. Maar wat zou er gebeuren? Wat ik aan het zeggen, maar mensen zijn aan het lachen, dus tot nu toe klopt het. Ah, zo bedoelde. Ja, oké. Ik moet nu toch zorgen dat ik hier weer in mezelf raak, want subiet ben ik mijn draad kwijt. Ik heb niet eens een idee waar ik zit. Maar dan ben je al bezig met optreden. Ja. Dan word je eigenlijk te zelfbewust op die moment. Dat is ook herkenbaar. Dat vind ik helemaal niet fijn. Ook niet. Dat je de volgende zin voelt zitten. Zo, terwijl de ene zegt en nu komt... Maar dat gebeurt gewoon. Want maar daar raakte de draad toch kwijt? Soms niet, maar je voelt wel zelf van ik zit er niet in. Hè. Ja. Ik zit er niet in, ik ben het niet aan het beleven. Ja. Ik ben het aan het niet, wordt niet beter dan met je best te doen, maar eigenlijk door meer te ontspannen. Ja. En dat is iets heel fascinerends, omdat je jezelf moet verplichten om te stoppen eigenlijk. Nou. Ja. Dan moet je eigenlijk even zo... Maar heb je dat geleerd met de jaren, om dat leren ontspannen of zo? Ik heb nog een van de laatste voorstellingen, zat ik op het randje van het slappe lach, dat ik zo'n stukje dat ik zo aan het wijzen ben op mijn horloge. En ik heb nu een sporthorloge, omdat ik ben beginnen joggen. Ik had voor de eerste keer dat horloge aan op het podium. En ik was mijn horloge aan het uitbeelden naast dat werkelijke horloge. Ik vond het zo hoog. Ik zei, mijn imaginaire horloge draag ik naast mijn werkelijke horloge.
En dat ding begon dan ook nog te zeggen dat ik voldoende, dat ik mijn doel van het aantal stappen die een dag had gehaald. Dus ik zei, ja, kijk, het optreden stopt hier. Je kunt morgen terugkomen voor de rest, als ik weer stappen moet zetten. En dat, maar dat is wel heel geestig als je eigenlijk je show in de vingers hebt en dat je kunt eruit stappen en beginnen zeveren. En, en dan merken van, het is eigenlijk niemand mee en er dan weer instappen. En het is ook niet erg, want het is live en echt. Ik merk veel bij comedians dan dat in het begin van het proces, na de première toe en ook de eerste voorstelling soms na de première, dat die nog zo gefocust zijn van, ah, ik moet een tekst juist zeggen, dat ze eigenlijk niet aan het spelen zijn. En dat het moment komt dat die een tekst erin zit en ze weten hem, en het vertrouwen, dan pas beginnen ze te spelen. Maar dan heb jij je werk toch heel slecht gedaan. Dat hangt er vanaf hoeveel tijd of voorhand ze mij inhuren, Thomas. Als ze zes weken voor de première in paniek naar mij creëren. Ze zijn werk aan het creëren. Maar het sterke aan jou vind ik dat wel, dat jij ook echt tijdens de première recht staat en zegt, dit is niet zo. We beginnen even opnieuw. En hij heeft een fluitje, hè. Jongens. Soms ben ik wel zenuwachtiger dan degene die speelt. Ja, dat geloof ik. Ja, maar ik heb geen controle meer. Je moet gewoon ondergaan. Ja. En als dat is slecht moeilijk. Was, dan stop hij ook altijd te zeggen, ja, dankzij Tim Godisjeboy. En hij zit daar op een grote witte spot. Ik zit ook niet zo graag in een theaterzaal om naar een show te kijken. Ik zou dan liever rechts dan achteraan lopen en zo. Maar dan mag ik met een nadar aan de zijkant. Als je mij wilt regisseren, mag ik met een nadar aan de zijkant. Dan vandaar. Dat heeft toch te maken met je wielerverleden, hè? Mooi. Een nadar aan de zijkant, dat ken je anders. Het lijkt zo'n soort Michel Preud'homme. Die zijn namen aan het zwaaien. Dat zou een fantastisch concept zijn. Ja. Lees ik op een podcast, hè? Onze, deze is van ons, hè. Ah, nog een keer. Deze is van ons, hè. School. Nee, ik ging eigenlijk net vragen aan Tim of dat hij nog iets in de toekomst... Kunnen we nog iets van u verwachten op de planken? Of is het op de planken? Zelf? Momenteel is niet de behoefte van mij daar om op een podium te staan en dat iets te communiceren of te uiten. Dus ik weet het niet, voorlopig niet. Tenzij dat ik gevraagd word voor een duo. Ah ja. Ja. Duo-voorstellingen. Bij deze een open sollicitatie, als er iemand is die... Ja. Wel, ze zoeken nog een nieuwe Gert. Gert en Samson en Tim. Ja. Tim en maar Samson. Eigenlijk eindigen wij altijd met tickets weg te geven voor een bepaalde show. Nee, sorry, dat doe ik het niet. Ik heb hard gewerkt aan die show. Moet ik hem wat tickets weggeven? En toch staan erop dat ik tickets weg moet geven voor... Wouter de Pre. Oké, dan ja. Ja, het is maar blijven. Tickets, hele slechte plaatsen kunnen ze krijgen. Oké, achter een paal ergens. Zodat ik ook weet wie dat is. Die hebben niet betaald. Die hebben niet betaald daar. Oké, maar weet je hebt nog wel ergens iets in de pap te brokken. En dat is namelijk, welke moeilijke, pak dan een aardsmoeilijke vraag, moeten ze beantwoorden? Over uzelf, of weet je over uzelf? Is het iets, een illusie? Of een illusie of iets uit die autobiografisch je mocht kiezen? Ik zou het fijn vinden als het niet over mezelf gaat. Mag dat ook? Dat mag ook. Ja. Dan zou ik graag willen vragen welke renner dat Frank van den Broeke er heeft afgereden in Luik-Bastenaken-Luik 1999. Oké, dat was ook... afgelopen week. Meneer is een documentaire aan het kijken. Moeten we er wat kennis erbij boven? Maar allemaal af. Vind je dubieus van, want er afgereden is... Hij weet duidelijk het antwoord. Of heb je het over die top? Weet jij het antwoord? Als hij gedemarreerd heeft op jij weet het antwoord? Nee, ik ben helemaal niet thuis in de wereld van de wielrennen. Ik weet niet of dat Laredoet was. Denk het wel. Moet dat Laredoet zijn. En daar heeft hij... Dus er zijn twee typen luisteraars nu op dit moment. Ofwel kun je spiegelen aan Tim en weet je direct over wie Wouter het heeft. Ofwel zit je gelijk... Koopkaart. Thomas, geen idee. Nee, denk maar die voorstelling van Thomas lijkt me wel iets. Ja, laten we maar daar naartoe gaan. Moest je het antwoord toch weten of denken te weten, mocht je dat doorsturen naar podcast.livecomedy.be, dan kun je misschien twee tickets achter de paal winnen voor... Achter de paal. Ze gaan vloeken in de kapitaal. Voor Wouter de Pre. Moeten zetten, op deze rij. Omdat die mensen slecht zouden zien. Kunnen gewoon een zuilken op hun spoot zetten. Uit de Flora Lux. Je krijgt die bij die tickets. Alsjeblieft. Voilà. En dan kun je toch misschien nog een beetje meepikken van levend en vers. Ja. Voilà.
Ja, het was echt een heel verwarrende podcast, maar wel tof. Ik vond het heel tof om jullie hier alle drie te hebben. Eindelijk, allemaal samen, maar ja, vooral voor u, eindelijk. Je bent er geraakt en het is nooit uw schuld geweest, voor alle duidelijkheid. Zeer zeker. Wouter, ook blij dat je hier nog geraakt bent. Graag gedaan. We dachten gewoon dat je keihard de tegenwind had, waardoor je een uur later was. Maar het was jongen, niet. Ik was het vergeten. Je was buiten jezelf waarschijnlijk. Ja, het is dat. Tim, enorm bedankt ook om hier te zijn. Het was plezant om u erbij te hebben. Ja, je wordt eigenlijk niet uitgenodigd, maar goed, gewoon. Zoals steeds werk aan het creëren voor jezelf. Oh, je zit hier al 6 maanden. Je zit gewoon ook altijd in de ruimte bij die opnames te wachten. Ze van, meneer, mag ik eens meedoen? En op het einde heb ik dan gezegd, kom, het is goed, kom er eens bij. Nee, het is niet waar. Maar dan beloofde dat er volgend seizoen niet meer zijn. Dat ik wel lang vastlag. Dit staat al een jaar, denk ik, in mijn agenda. Ja. De boekjes waren al gedrukt. Het moest ook naar buiten. Het was... Het was een regiecontract dat je ligt nog even. Even niet ondertekenen, is dan oké, Tim? Ik dacht dat het eerst met Wouter alleen zou zijn, maar toen kwam Thomas erbij. Ja, en dan... Die moest je niet meer zien, die had al binnen, hè. Ja, voilà. Voilà. Nieuwe kansen. Ik heb te veel werk. Ik neem momenteel wel nog misschien één iemand aan. Echt, joh. Dat is een echt zo... Dat is de bedrijfspsychologische achtergrond. Ja. Dat is goed verkocht, die open sollicitatie. Alright. Die is al gesloten waarschijnlijk. Dus, merci allemaal, jongens, om hier te zijn. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je wel.